en welkom bij een nieuwe video op Kots. Ik ben gisterochtend samen met een vriendin hier aangekomen. Het is nu vrijdag en we zijn hier tot dinsdag. Dus we zijn even heerlijk 5 nachtjes eruit. We hebben echt een 3-persoonskamer. Het is echt super groot en een mega balkon. Kijk dit. Gisteren konden we ook pas om 3 uur inchecken. Dus hebben we gewoon even bij een strandtentje gechilled. En daar gaan we vandaag ook weer liggen. Daar hebben we strandbedjes geboekt. Echt helemaal top. In deze video neem ik jullie heerlijk mee op mijn girls trip. Dus vergeet niet te abonneren, like ook even deze video. En dan gaan we beginnen. Ik heb dit aan en ik heb echt zoveel zin in vandaag. Even heerlijk tennen. Dit is Mette. Jullie hebben Mette nog helemaal niet gezien. We hadden van die bedjes gereserveerd en we hadden het gisteren al gezien. Maar het is echt te schattig. Nou, dit is toch helemaal amazing. Ik kan niet bellen. Oh! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Ik ben nu in deze begonnen, It Ends With Us With, van Colleen Hoover. Toen ik dit in mijn verhaal had gezet, zei echt iedereen dat het en een heel goed boek was en dat ik ging huilen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ik hem uitkrijg deze paar dagen. I'm gonna try. Het is wel echt al lang geleden dat ik een boek heb gelezen, maar I'm excited. Ik moet echt nog een paar dagen bijbruinen, dan vind ik mezelf weer knap. Ja, ik wil ook echt gewoon een bruine koffie. Maar ik heb de hele dag mijn zon eigenlijk in mijn hoofd uit te huilen. Ja, ik neem denk ik gewoon fresh orange juice. Je kan er ook eiwitpoeder in laten doen. Dat ga ik echt doen. Waar zie je? Daaronder edit. Oh, dit is my spot. Oh, daar word ik helemaal blij van. No, yeah. I will do the, for me the shrimp tacos. And for me the health pineapple island roll. And can I add the raw protein? Ik heb nog nooit een acai bowl op. Voor ontbijt leven, ja. Sounds good. Ja, we hebben wel echt nou iets heel anders. Ja. Oh ja. Ik kreeg net een story van iemand doorgestuurd van een tentje wat toevallig echt super dichtbij was waar wij waren. Ik heb dus dit besteld. Zo'n halve ananas met een acai bowl erin. Dus echt, het ziet er echt mega goed uit. Oh my god. Thank you. Oh my god. Oh nee, ik moet niet uitvallen, please. Oh my god. Mag ik juist een foto uitmaken? Pet hoi. Oh my god. Ik hou niet mega erg van kokosnoot, maar I guess. Oh, wel echt lekker. Ja? Ik heb nog steeds zo'n wallen van mijn korte nachtje 2 nachten geleden. Ik wil echt niet zonder slaap. In dat opzicht, we gaan vanavond uit. Dus we gaan er even eten en kijken of we ergens leuk uit kunnen. Trouwens, je zit hier echt super dicht bij Turkije. Je kan het echt gewoon helemaal zien. Ik kreeg net ineens een melding dat ik 10 euro buiten mijn bundel aan MB had opgemaakt. Omdat ik in Turkije was. Hij was overschakeld naar een verbinding van Turkije, I don't know. Maar ik had toen 4 MB gebruikt door niks te doen. En dat was dus al 10 euro. Dus ik wist echt niet dat het zo duur was buiten Europa. Voor mijn gevoel ben ik ook overal bruin geworden, behalve op mijn gezicht. And we're done. En het is nu 8 uur, dus ik heb echt mega honger. Good morning. Ik zie er echt nog zo moe uit. Maar we gaan vandaag een scootertje huren. En dan gaan we even langs strandjes en een dorpje. Ja, dat zegt echt iedereen dat we er naartoe moeten. Dus ik heb een lekker outfitje aan en we gaan scooter rijden. Tada! Ik weet niet hoe dit moet. Oh, wacht wel. Ik heb hem. Oh, we zien er echt niet meer uit na het strand. We zijn met de scooter helemaal naar boven gegaan. En we zijn nu in Zia. En het is echt zo schattig hier. How pretty! Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. Kijk hoe dit we lijken. Oh. Thank you. You're welcome. Thank you. Yes.
Oh, lekker peprik. Ja. Oh, heel lekker. Dit is echt bij zo'n schattig restaurantje. Het is echt niet normaal waar we op uitkijken. We hadden niet eens gereserveerd, maar dit is echt bizar. Dit is niet normaal. En de zon gaat dus daaronder, dus daarom is dit helemaal een ding. En iedereen komt hier echt voor de sunset, dus nu zijn we helemaal benieuwd. Maar het is nog super vroeg en de zon staat nog helemaal hoog. Oh wacht, daar gaat hij denk ik onder. Oeh. Heel lekker. Oh, echt lekker. Round 2. Hier heb ik echt helemaal zin in. Dit zijn champignons met knoflook en kaas. Oh, jongens, lekker appelflap hier en kool. Hoge verwachtingen. Ja, ik heb echt hoge verwachtingen van dit. Oh my lord. Oh, is ook wel heel lekker. Heel smaakvol. Oh my god. Dit ga ik thuis ook maken, gewoon als avondeten. Gewoon een hele bak champignons. Oh, dit is wel een beetje gek. Zo? Het is wel lekker, maar het is een beetje raar. Ik weet het niet. Als ze raakt. Ja. I'm down. Hallo! We wilden vandaag eigenlijk een soort boottochtje doen naar 3 verschillende eilanden en dan ben je echt de hele dag op pad. Alleen daar hadden we een beetje laat aan gedacht, dus nu gaan we hopelijk morgen dat doen. En gaan we vandaag weer heerlijk die bedjes huren bij die strandtent naast ons. En ik ga dadelijk even deze proeven, want ik moet sowieso nog water halen. En dan neem ik gewoon mijn shaker mee en dan ga ik deze mixen, dat ik die de hele dag een beetje kan drinken. Maar ik ben echt heel benieuwd. Dit is de smaak ananas en die heb ik nog nooit geprobeerd, dus... Jij kijkt me echt aan van... Oh, ik ben bang dat het wegwaait. Ja. Net als op die bol. Het ruikt wel heel zoet. Nou, hopen dat het lekker is. Ik wil ook even zo'n smoothie die eergisteren had. Heel lekker, ja, ik zit er ook al een hele ochtend aan. Moet je ruiken? Lekker of niet? Het is wel lekker. Je kijkt niet alsof je het lekker vindt. Een stukje. Oh, ik vind deze ook heel lekker. Het is net een cocktail. Oh, dit is heel lekker. Zie je, mijn ideeën zijn nog niet zo slecht. Hier kun je toch ook zo'n grote... bak van kopen of niet? Of is dat niet hetzelfde? Jawel, jawel. Alleen ik had juist even kleine, ik koop vaak als ik een nieuwe smaak probeer, koop ik gewoon eerst even zo'n kleintje. Zo. Anders zit ik met een hele pot. Ik zit dus echt helemaal in mijn boek de afgelopen dagen. Ik ben op bladzijde 160, maar het is echt zo lekker om weer in een boek te zitten. Ik was het gevoel eigenlijk een beetje vergeten. Vroeger las ik echt zoveel boeken. En sinds de middelbare school was ik daar gewoon een beetje mee gestopt. En het is gewoon zo lang geleden dat ik een fictieboek heb gelezen. Met een verhaal dat ik zeg maar nog niet ken. Want een boek lezen waar je de film al van hebt gezien, ja, dan weet je al wat het verhaal is. Maar dit is gewoon een heel nieuw verhaal. En ik was echt helemaal vergeten hoe lekker dat is. Ik kan gewoon niet wachten om weer te lezen. Het is echt zo gek. Maar wel heel leuk. En ik vind hem tot nu toe ook echt super leuk. En ze heeft volgens mij echt super veel van dit soort boeken. Dus dat is top. Dan ga ik die allemaal af. Het randje. Dat is ook heel geel. Moest bloeien. Moest dat gebeuren. De dag erna hebben we dus wel dat boottochtje gedaan naar die 3 eilanden. En op het eerste eiland waren we allebei zo kotsmisselijk. We zagen het helemaal niet meer zitten. Maar toen hebben we een pilletje gekregen van die reisleiding. En ik weet niet wat erin zat. Maar daarna hadden we echt de dag van ons leven. We hadden een iets kleinere boot. En dit tripje werd echt georganiseerd door een super lieve familie. En we hebben ook nog echt mega veel dolfijnen gezien. Dus dit is echt zo'n aanrader.
Alles is echt zo schattig, maar het is wel echt warm, dus we gaan nu even zwemmen. Het komt gewoon op film niet over hoe mooi het hier is. Het is echt niet normaal. En we hebben echt zo'n schattige reisrit. Echt heel veel hart en ziel zit in dit tripje. Het is zo schattig. Mensen zijn sowieso echt super lief hier. Normaal ben ik echt zo van, don't touch me. Maar hier knuffelen de mensen van het restaurantje gewoon, denk je echt, oh. Nee, ik moet niet. Jij kan jezelf zien, ik kan. Hi. There's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh, dry your eyes. The world can always give you reasons to cry. We hebben echt zo'n chille dag gehad op die boot. Het einde waren we dus op zo'n punt waar je dit van die boot kon springen. En het was best wel diep, maar je kon gewoon helemaal de bodem zien, zeg maar, van de zee. Zo helder was het, dus het was echt helemaal top. Ik verbrand eigenlijk bijna nooit, maar mijn rug is echt best wel rood. En het doet ook echt pijn. Mijn kaartje van mijn topje doet gewoon echt pijn er tegenaan. Ik hoop dat het een beetje weggaat. En we zijn nu de koffers rustig een beetje aan het inpakken. En we gaan dadelijk voor de laatste avond nog echt bij een super schattig Italiaans restaurantje eten. Die heb ik echt heel veel aangeraden gekregen. Dus ik ben helemaal benieuwd. En echt, ik heb ook zoveel zin in even een pasta of een pizza. Niet normaal. Ik heb echt de meest simpele outfit aan. En echt 1 minuut make-up. Maar het was wel echt een topdagje. She's a Mona Lisa. Wat wil jij drinken? Ja, ik ga nog meer zoeken. Lessen appel. Ja, maar ik weet niet. Jawel, doe mee. Oké. Alsof wij zo meteen echt niet meer kunnen lopen onder een auto. Ik heb een zonder steek. Ik denk ik ook. Dat is allemaal heel hard. Oh my god. Dat is zo groot. Oh, dit is wel echt heerlijk. Mm. Heel lekker. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. The coffee of the day. Almost fell asleep on sound. I yawn at the display. Third meeting of the day.